Welkom bij de Back in Action podcast. Dit is aflevering 1 met Marije Berkelaar. Welkom in deze eerste aflevering van de Back in Action podcast. En fijn dat je luistert, fijn dat je kijkt naar deze aflevering waarbij ik Marije Berkelaar heb geïnterviewd. En zij heeft zich onlangs gepresenteerd in een Facebook Live met de mededeling dat ze verder wil gaan als de eerste medicijnvrije huisarts van Nederland. Ze krijgt het niet langer meer voor elkaar om zoveel medicijnen te verstrekken. En dat is iets wat haar steeds meer in de weg ging zitten, steeds meer dwars ging zitten. En toen ze dat aankondigde, ontplofte zo'n beetje haar mailbox en ook haar likes op Facebook. Ze moest een nieuwe pagina aanmaken. En ook die was binnen 2 weken naar 5000 volgers ontploft. Ik heb het zien gebeuren, een beetje meegekeken wat er allemaal zich afspeelde. En ik dacht, die vrouw die wil ik interviewen. Waarom nou die eerste medicijnvrije huisarts? Dingen die mij intrigeerden was inderdaad wel, of nog steeds uiteraard, dat je lichaam, je geluk, dat je zelf de regie kan hebben. Dat er veel van de vragen beantwoord kunnen worden van binnenuit. Zelf weer de regie hebben over je leven, over de keuzes die je maakt. Dat je die ook zelf voor een heel groot deel in handen hebt. Verder zaten er wat overlappen in. Naast dat ze medicijn heeft gestudeerd, dat heb ik dan niet gehaald. Maar wel, ook yoga-docent, ze is een opleiding aan het volgen. Ze heeft een sportachtergrond. Ze heeft de link met Wim Hof, de ijsman. Dus de koude training. Houdt erg van de natuur. En ik dacht, dat is echt een vrouw, wat ik van haar gezien heb. Dit past in wat ik wil uitdragen. De sfeer die we willen hebben met de Back in Action podcast. Dus contact gezocht. Het is een heel fijn, mooi gesprek geworden. Boeiend. Ik nodig je van harte uit om te kijken, om te luisteren. En op het eind doen we ook nog een mooie verloting. Veel plezier met Marije Berkelaar. Nou, welkom Marije in de allereerste podcast van Back in Action. Dankjewel. Ja, super dat ik hier zo in je ruimte mag zijn, letterlijk en figuurlijk. Laten we beginnen met te vertellen, te horen van jou. Wie is Marije Berkelaar? Kan je wat over jezelf vertellen? Hele goede vraag. Ja, diepe zucht. Ja. Even kijken, waar zal ik me heen richten? Daarheen of naar jou? We zijn gewoon aan het praten en we nemen het toevallig op. Dus laten we inderdaad zo gaan zitten. Ja, dat is fijn. Ja, klopt. Wie is Marije Berkelaar? Ja. Dat ben ik. Ja. Het omvat zoveel dat het even lastig te clusteren is. En het is zelfs zo dat ik op 22 augustus een stichting ben begonnen. Stichting Ik Ben Mezelf. En omdat het thema jezelf zijn, wat mij betreft als een rode draad door mijn leven loopt. En ik geloof eigenlijk door iedereens leven. En de ene geeft daar heel veel aandacht aan en de ander heel weinig. Ja. Maar hoe ik nu op dit moment het meest bekend ben, is ik ben huisarts. Ja. En ik heb een paar weken geleden een video op Facebook gemaakt, waarin ik heb aangegeven dat het voor mij niet goed voelt om medicijnen voor te schrijven. En dat ik wil stoppen daarmee. Ja. En dat ga ik ook doen. Ja. Dus op die manier ben ik nu de eerste medicijnvrije huisarts van Nederland. Ja, dat is natuurlijk al super. Dat is een hele mooie binnenkomen. Dat is eigenlijk mijn openingsvraag. Ik ga er even bij pakken. Welke knoop heb je onlangs doorgehakt? En wat was daarvan de impact? Lichamelijk, geestelijk, mentaal, fysiek? Daar zit je gelijk in volgens mij. Want je hebt een gigantische knoop doorgehakt. Ja, maar de eigenlijke echte knoop die ik bewust heb doorgehakt... Ja? Het was de knoop om op social media terug te gaan. Oké, dat is interessant. Ja. Ja. Ja, want ik was 1,5 jaar van social media af. Ja? En dat was helemaal heerlijk. Het was geweldig. Ja. En ik had ook ik had het lekker naar mijn zin, lekker in de natuur en lekker in mijn huis. En met de mensen in het echte leven. Ik heb ook geen tv.
Nou, geen tv, geen social media. Het zijn echt ingrediënten voor een super relaxed leven. Dus alleen ik had echt het gevoel van, ik heb een boodschap te brengen. Ja. En ik ben toen naar een retreat geweest, Inner Beauty Retreat. Ja. En daar heeft iemand me letterlijk tot dit besluit gevraagd van, is er op dit moment een besluit wat je moet nemen? En mijn besluit was, ga ik wel of niet op social media? En zij leidde mij in een meditatie de ene weg op. Gewoon voelen, hoe is het om wel op social media te gaan? En gingen we weer terug en dan gingen we de andere kant van het kruispunt oplopen. Hoe is het om niet op social media te gaan? Ja. En wat ik in die meditatie heel duidelijk merkte is, niet op social media, dan hou ik me klein, dan hou ik me veilig. Dan stap ik niet buiten mijn comfortzone, maar dan ga ik ook nergens heen. En die weg van, oké, ik ga terug op social media, die voelde heel erg eng. En heel erg bedreigend. En heel erg heftig. En ik voelde zo duidelijk dat dat wel mijn pad was. Dat ik daar die knoop heb doorgehakt. En ik ben inderdaad op social media gegaan. Ja, en hoe? Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, wat er allemaal gebeurd is. Oh, laat maar even horen. Je hebt zo'n prachtig instrument daar voor je. De space drum. Ja. Het instrument voor de luisteraars die niet zien wat er... De space drum, dat is een ovaal instrument. Het is metaal volgens mij, hè? Ja. Het is een enorme klankkast daarbinnenin. Het klinkt prachtig. Het ziet er een beetje uit als een UFO, vind ik altijd. Ja, een UFO. Ja. Maar je eigenlijk wat je zojuist al tegen mij zei, je kan er gelijk op spelen. Ja. Dus ik zou het ook kunnen. Ja. Zonder oefenen. Ja, leuk. 100%. Ja, ja. Je weet, ga ik dat straks nog even proberen. Ja, de meditatie gaf je aan. Maar het feit dat je daar al naartoe ging, daar zit ook al een soort van, je werd daar naartoe gezogen. Hoe kwam je op die meditatie uit dan? Dat meditatieweekend, die retreat? Nou, ik kan zeggen dat ik sinds een jaar of denk ik 5 wakker aan het worden ben. En ik kan wel nu zeggen, ik ben wakker. Oké. Okay. Ja. Ja. En ik was eigenlijk de hele standaard. Ik schop vast heel veel mensen tegen de schenen, maar ik was gewoon de huisarts die dacht dat ik de wijsheid in pacht had. En hoe ik het geleerd heb, zo is het. En iedereen die iets anders beweert, die is ondergeschikt. Dus astrologie, dat bestaat niet. Dat is lariekoek en dit en dat en dat. Ja. Oh ja, acupunctuur, dat kan niet. En nou, ik was een hele harde. Ja. Maar ik heb een hele lieve vriendin ontmoet, wat nog steeds mijn beste vriendin is. En ik merk dat ik gewoon emotioneel alleen al word als ik aan haar denk, aan wat ze voor me betekent. Maar die herkende me door die dikke lagen heen. Okay. Die begon mij zachtjes, met heel veel liefde, een beetje te prikken in dat dikke schild. Yeah. En toen... Dat was zo interessant en die verbinding met haar was zo sterk. Dat op een gegeven moment wilde ik open. Ik wilde open. Ik wilde van dat schild af. Ja. En toen heb ik van alles en nog wat gedaan om open te breken. En dat is gelukt. Ja, er komen nu een aantal dingen naar voren. Want je hebt die keuze gemaakt binnen waar je nu staat dat je het anders wil gaan doen. Maar er is eigenlijk al heel veel daarvoor gebeurd, begrijp ik van je. Wat zullen we eerst pakken? Ik denk dat dat interessant is, wat daar gebeurd is. Want je was dus heel erg rechtlijnig in de medische wetenschap, heel westers denken. Ja, 100%. En op een gegeven moment is daar iets ingekomen, je vriendin speelt een rol. Ja, Samantha uit Canada, ja. Okay. En hoe is die op jouw pad gekomen dan? Hele, hele magische ontmoeting. Het was geloof ik 18 maart 2013 of 14. Je weet zelfs de datum nog. Ja. Ja, het was de eerste zonnige dag van het jaar. En mijn beste vriend en ik die waren in het Vondelpark op zondagochtend 9:30. Met een fles drank en een laptop met muziek.
En wij zijn daar, want het was, de zomer was voor ons begonnen, dus wij gingen daar... 18 maart. Ja, maar het was warm. Het was een warme dag. Ja. En wij gingen daar aan het feesten, zeg maar, met z'n tweeën. We stonden gewoon een beetje te dansen en te drinken. En toen lustte ik nog alcohol, of althans, toen dronk ik het nog. Ja. En toen moest ik naar Pilates, of ik ging toen Pilates les geven. Ja, gewoon met een paar slokjes op. ja, ik was echt al een harde en een wilde en dat soort dingen. Ja. En toen ik terugkwam uit mijn Pilatesles, toen stond mijn hele telefoon vol van mijn vriend die daar nog steeds in het park was. Er is een Canadese, je moet nu komen. Er is een Canadese, je moet nu... Ik denk, wat is dit? Ik snapte er helemaal niets van. Ja. Dus ik zei, nou oké, snel even omkleden en terug naar het park. En inmiddels was daar een hele groep, waar onder andere Samantha was. En Samantha, ik ben lang, ik ben 1,80 meter. Ja, langer dan ik dacht, want toen ik je live zag, denk ik, ik had eigenlijk gedacht dat je kleiner was. Ja, ja, grappig. Ja. Samantha is exact even lang, met lang blond haar. En het was een soort van... Dat was gewoon direct vanaf moment 1 een soort connectie die ik nog nooit had meegemaakt. Voor haar was het niet zo vreemd, want zij was daar al lang bekend mee, maar... Dat was zo intens dat we... Ik heb haar dat jaar 2 keer opgezocht in Canada. En dat jaar daarna zijn we een paar keer samen gaan reizen. En we hebben ook echt heel erg harde ruzie met elkaar gemaakt. En felle discussies. En ook een tijd elkaar niet gezien. Maar die connectie die bleef. En zij heeft along the way heeft ze echt dingen getriggerd in mij. Want dat was dus eigenlijk de persoon die je wilde zijn en de persoon die je was. Daar zat een verschil in. Blijkbaar, ja. Ja. Dat wist ik toen nog niet. Nee. En ook de angst natuurlijk om dingen los te laten. Wat zijn dan... Nou ja, je geeft aan, ik drink niet meer. Wat zijn dan dingen die veranderd zijn? En in welke volgorde kunnen we dat stoppen? Wauw. Ja, dat is heel veel. Dat denk, is hè? Heel veel. Ja, ja. Eigenlijk alles is veranderd. Ja. Alles is veranderd. Wat eerst een closed mind, noem ik het, was. Dus alleen wat ik geloof en wat ik geleerd heb, is de waarheid. En alles daarbuiten is afgekeurd, bestaat niet, mag niet zo zijn. Mm-hmm. Dus dat is weerstand. Dat is dus gelijk mijn eigen schildje geweest. Yeah. Ja, en nu weet ik en voel ik en begrijp ik dat alles bestaat. Ja, dus eigenlijk 180 graden andersom. 180 graden, ja. Alles bestaat. Het niet bestaan bestaat niet. Je geeft eraan, die vriendin heeft een belangrijke rol gespeeld. Maar wat is er dan... Het intrigeert me dat je zo helemaal de andere kant op kan gaan. Ja. Nou, er is ook heel veel gebeurd. Een van de eerste echte hele magische dingen... Eigenlijk met haar, als ik met haar was... Ja. Gebeurde er aan de lopende band synchroniciteiten. Wat ik toen niet begreep. Dus ik toen alleen maar... Hoe kan dat? Dat we aan tafel zaten en dat we spraken over een vorige liefde van haar. En zij stoot haar elleboog tegen de kast en er valt een liefdesbrief van hem uit die kast op tafel. Oh, dat is van hem. We hebben het er net ook. En in mijn brein kon dat niet bestaan, maar toch gebeurde het keer op keer. Ja. Dat soort dingen. Ja. Dus, en dat was in een periode dat je medicijnen studeerde? Ja. En dan kom je dus heel voortdurend met die westerse kennis en ervaringen en praktijken in ziekenhuizen? Waar heb je gewerkt of stage gelopen? Of? Nou, ik heb eerst geneeskunde gedaan. Gewoon de opleiding met de laatste 3 jaar co-schappen. Co-schap heet dat natuurlijk, ja. Ik heb me niet... Oh ja, nee. Ja. Ja, en ik had al psychologie gestudeerd. Ja. Maar ik was toen zelf nog niet wakker en ik kan vrij goed leren. Dus ik nam gewoon alles voor zoete koek aan en dan gaf ik dat terug op mijn examen en zo haalde ik mijn examen. Ja, eigenlijk een cadeautje wat niet uitgepakt was. Ja. Dus die kennis en dat produceren. Oké, ja, is goed. Ja, ja. Nou, het was wel heel, heel fijn dat het zo was, want alles is me heel makkelijk. Ik heb nog nooit een onvoldoende gehaald. Oké. Ja, gezegend met allerlei cadeautjes. Ja, ja. Maar goed, die studie psychologie doen was ik zelf nog niet open. Maar die kennis die kwam er wel bij. Ja. Daarna dus geneeskunde. Daarna heb ik nog een jaartje in de psychiatrie gewerkt. Ja. Op een hele heftige afdeling.
En daarna ben ik met de huisartsopleiding begonnen. Ja. En echt tijdens de huisartsopleiding is dat proces van wakker worden echt in een stroomversnelling geraakt. Ja, dat wou ik net vragen. Want is dat eigenlijk in de psychologie, in de psychiatrie? Maar nee, in die periode van... Van huisarts, ja. Dus mijn laatste jaar in de huisartsopleiding was ook echt wel heel moeilijk. In de zin van dat mijn denken zoveel anders was dan de mensen om me heen. Ja. Ja, dus toen op een gegeven moment... hebben ze me mijn professionaliteit bevraagtekend. Ja. En dus dat was even heel lastig. En ze zijn dan? De begeleiders, de docenten. Van, ja. hadden een vraagteken gezet bij professionaliteit. Nou, dat voelde natuurlijk heel erg oneerlijk. Ja, jij die nooit een onvoldoende had gehad? Ja, ook dan. Ja, terwijl ik echt voel, ik ben op het juiste pad. En ik verleg mijn grenzen, dat is waar. Dat, weet je, dat wordt misschien niet begrepen. Ik wist wel heel erg, ik word niet begrepen. Ja. Maar ik voelde heel erg, ik ben op het juiste pad. Dus het voelde als onrecht. Ja. En daarna ben ik ook nog een keer voor manisch bestempeld. En toen, dat was ook nog even een storm in een glas water. Ja. Ja. Ja, want je krijgt natuurlijk wel heel veel vragen en weerstand. Dat zie ik ook voorbij komen. Ik heb een paar van je video's bekeken en de commentaren erop. Er wordt nogal kritisch gekeken. En ja, mensen laten zich niet allemaal even positief. Wel heel veel wel hoor. Want er wordt heel veel herkend. En er is heel veel... Ah, eindelijk iemand. En dat is een beetje wat ik erin terug hoor. Ja. Maar ook wel bekritiseerd. En waarschijnlijk ook heel erg van binnenuit, kan ik me zo voorstellen. Ik bedoel binnenuit met de kring van... Nou, van dichtbij. Ja, de medische wereld. Maar misschien ook in je familie. Ja. Mijn gezin. Ik heb een zusje. Zij is ook huisarts. Okay. Of nee, bijna huisarts. Ze doet de opleiding. En zij denkt anders dan ik. En voor haar is het wel heel erg lastig. Ja. 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 En dat besef ik me ook. En... tegelijkertijd, dit is echt mijn weg. Ja. En die ga ik ook niet voor haar minder maken of aanpassen. Dus ja, dat is herkenbaar. Dat inderdaad die familie anders denkt en er anders in staat. Terwijl je toch zelf voelt, ik moet die kant uit, dit is voor mij. Ja, je kan het soms ook niet uitleggen waarom, maar er voelt van binnenuit iets. Ja, dat 100%. Ik voel het heel duidelijk nu. Ja. Het is wel mooi, want mijn innerlijke kompas is feilloos. Het is echt, hoe weet je dat? Weet ik niet. Nee, maar hoe weet je dat het feilloos is? Hè? Dat is natuurlijk wel. Waar voel je dat aan? Waar voel je aan dat je innerlijke kompas feilloos is? Dat je niet. Misschien was dat kompas wel feilloos in de periode dat je. Dit is je kader. Dit is de medische wetenschap en zo. Dit is. Ja, ik heb. Denk ik. Ik kan steeds makkelijker uit mijn hoofd. Oké. Ja. En in mijn hoofd zitten voelt nu niet fijn. Ik kan steeds makkelijker in mijn lijf. En ik voel letterlijk, en ik kan het zelfs in een gesprek voelen. Zodra ik de weerstand inga, dan voelt het voelt gewoon letterlijk of ik door een moeras heen waad. Als ik niet in de stroming meega. Ja. Ja. Ja, dat is ook wel die mind-body. Hè? Dus als daar een soort van eenheid in is, of als het uit elkaar is, dat natuurlijk deze dagen bij zoveel mensen aan de orde is. Dat je al zegt, uit je hoofd en in je lijf. Ja. En welke signalen heb je dan in je lijf gevoeld, gehoord, gemerkt? Ja, om dit laatste besluit te nemen, om medicijnvrij te worden. Ja. Dat is, het meest sterk voelde ik het bij het autoriseren van recepten. En als je huisarts bent, dan moet je elke dag de herhaalrecepten autoriseren. En dat is meestal wel echt een lijst van 100 of honderden mensen die herhaalrecepten vragen. Ja, want die heb je natuurlijk niet persoonlijk gezien. Dat heb ik niet gezien. Zo gaat dat vaak, hè? Want je belt even op, kan het herhaald worden en dan via de assistenten een vinkje of een krul of een handtekening. Dus dan heb ik zo'n lijst in de computer en dan moet ik klikken 100 pillen naar die. 50 pillen naar die, zoveel pillen naar die, 20 van die. En deze patiënt moet 100, 200, 100, 100, zoveel pillen naar één. En dan, zo ga je dan door en ben je soms echt een half uur aan het klikken. Okay. En ik kreeg er ook een soort van idee bij.
Ik zag dan een soort hele menigte mensen voor me. En dan was ik degene die daar pillen in aan het stoppen was. Ja, ja, ja. Net als een moedervogel in de bekjes van de babyvogel. Ja, ja. En ik werd daar dus gewoon misselijk van. En dat gevoel nam toe over de tijd. Ja. In het begin dan, oh ja, dit voelt niet fijn. Maar nou, op een gegeven moment wordt het heel duidelijk van, oh, dit voelt echt niet fijn. Ja. Ja, en... Ja, ik heb er... En dat voelt ook als een verantwoordelijkheid, kan ik me zo voorstellen. Ja, want ik zet mijn naam eronder. Ja. Dus het is in my name. En het voelde echt van, not in my name. Ja, ja. Weet je... Maar je hebt ook geen zicht op wat mensen nog meer... Ja, als je doorklikt wel, maar daar is geen tijd voor waarschijnlijk. Ja. De combinatie cocktails van medicijnen die mensen krijgen. Ja, daar zit een soort programma in en die filtert wel de interacties eruit. Ja. Maar goed, ik sta er niet met mijn hart achter. Ja. Het is niet van, ik geef hier jou met liefde en in de wetenschap dat dit jou goed doet. Dat dit jouw ziel en jouw wezen beter maakt of de goede kant opbrengt. Dat voelde ik absoluut niet. Ja. Het voelde tegenovergesteld. Ja. Wat is een medicijn? Wanneer is iets een medicijn? Ja, mooie vraag. In mijn ogen, de dingen die ik niet wil geven, dat zijn de chemische middelen die in een fabriek gemaakt worden, die niet natuurlijk zijn, die echt ver weg van de natuur zijn. Ja. Dat zijn voor mij medicijnen. Zou het betekenen dat dingen die uit de natuur komen wel aan de mensen gegeven kunnen worden om het zelfgenezend vermogen of überhaupt vanaf de buitenkant iets te beïnvloeden en het proces op gang te brengen? Dus je bent niet tegen überhaupt iets geven? Gebruik. Nee. Oké. Okay. Ja, maar dat is misschien wel als je het hebt over ik wil medicijnvrije huisarts worden. Wat houdt dat dan in? Ja, nou weet je, voor mij... Ik ben huisarts toevallig. Ik heb dat papiertje heb ik behaald. En ik ben huisarts is ook zoiets. Ik heb de rol van huisarts. Ja. En daarnaast stop ik met medicijnen. Dus 1 en 1 is 2. Dan ben ik medicijnvrije huisarts. Ja. Hoe dat verder precies wel en niet moet of zou moeten, of dat weet ik allemaal niet. Nee, snap ik, want je staat echt in die fase van zo wil ik het niet langer, ik wil het anders, maar hoe het anders moet, dat ben je aan het ontdekken. En dat maakt me ook niet zoveel uit, want ik ben helemaal niet gehecht aan de status van huisarts of het per se het werk doen van huisarts. Waar ik eigenlijk veel meer aan gehecht ben, is dat ik elk woord wat uit mijn mond komt, elke daad die mijn handen en mijn lijf doen, en zelfs elke gedachte die ik in mijn hoofd heb, dat die vanuit liefde voortkomen en niet vanuit angst of vanuit moeten. Ja, daar moet ik even over nadenken. Dus dat je vanuit liefde de mensen wil... Ik probeer dat ook even te visualiseren. Ik zit dan tegenover de huisarts in de spreekkamer en ik ben daar met een klacht. Ja, nee, maar dat hele beeld mag je dus ook weglaten. Want ik weet nog niet of ik dat ga doen. Ja. Dat zien we wel. Ja. Ik kijk gewoon hoe het pad zich aandient. Ja. En want ik zat inderdaad ook al verder te denken. Dan heb je op een gegeven moment wel een groep mensen die je gaat... Waar je een gids of een begeleider of een arts of een... Zal ik je een cadeautje geven? Het is nu... even kijken hoor. Het is nu 16 oktober, nu we dit opnemen. Ja. En jij gaat dit... 28 november komt deze... Want dan is iemand jarig. Je hebt jezelf een doel gesteld. Ik ga medicijnvrije huisarts worden. En ik heb mezelf tot doel gesteld. Ik ga podcasts opnemen. En wel 60, omdat ik op 28 november 60 word. Ja, dus dat is inderdaad ook een uitdaging. Die heel veel angst ook heeft. Hè? Want dit is voor mij ook nieuw. En hoe gaat dat allemaal? En hoe ga ik al die mensen vinden? Ja. Dat is mijn tussen haakjes probleem. Uitdaging is het eigenlijk veel eerder. Ik zie het heel erg als een uitdaging. Ja. Dus leuk. Mooi. Ja, en jouw uitdaging is, hoe ga ik dat vormgeven? Je keek op je, het is 16 oktober. Wat ik ga doen, want wat in de pijpleiding zit en waarschijnlijk als dit uitkomt, dan is het al de wereld in. Ja. Ik ga het gewoon zeggen, op 7 maart. Tromgeroffel.
Op 7 maart 2020 gaat er, met de kennis die ik nu heb, gaat er een evenement plaatsvinden. Waarin er ruimte is voor mensen die een natuurlijke manier van genezen zoeken. Mensen die een natuurlijke manier van genezen aanbieden. En een misschien wel steeds groter wordende groep huisartsen. Met mij als eerst. Dus, en dat evenement? En dat evenement, daar mogen ongeveer 300, 350 mensen komen. En op dat evenement gaan er verschillende dingen plaatsvinden. Dus ik zal wellicht met een aantal mensen een anamnese, zoals dat heet, een vraaggesprek houden. En dan mogen de mensen uit de zaal ook, als er iets opkomt, iets zeggen. Hopelijk wordt het geen geschreeuw, maar dat moeten we nog allemaal. Nee, het zal vast heel mooi worden. Ja. En ja, wat ik daarmee kan doen, want kijk, zoals ik al zei, ik ben al huisarts. Althans, ik heb dat dingetje al. Ik ga stoppen met medicijnen, want dat voelt niet goed voor mij. En er is nu een soort vacuüm ontstaan van ruimte die invulling wil. En die ruimte, dat is dus blijkbaar de ruimte tussen de reguliere geneeskunde, of ik noem het liever de moderne geneeskunde, want het is nog maar maximaal 100 jaar zo. Ja, ja, ja. En de natuurlijke, oude, echte geneeskunde. Zo voelt het. Zo ja, voelt. Ja, ja. En ik spring dus blijkbaar hop in dat gat. En nou, mijn grootste taak is om mezelf te zijn. Dus ik hoef niet in wie dan ook verwachting te voldoen. Ja. Maar dit vind ik dan wel leuk. Om op zo'n evenement die ruimte te bieden en die werelden misschien wel kennis te laten maken met elkaar. Ja, ja, want er is natuurlijk wel iets wat elkaar overlapt. En er zijn, dacht ik ook best wel wat artsen die is het dan de complementaire geneeskunde, wordt dat zo genoemd? Maar de samensmelting? Nou, van mij mag, het gewoon, mag er gewoon wat meer ruimte in de huisartsen, in de moderne geneeskunde komen. Ja. En we zien wel hoe dat uitpakt, want daar ga ik niet over. Wat is je grootste obstakel in deze? Dat ben ik zelf. Zo gaat het vaak, hè? Ja, ja. Ja, wat houdt jou tegen dan? Nou, het is elke keer weer een oefening nu, waar ik nu in zit. Want er is de hoeveelheid prikkels en de hoeveelheid vragen en de hoeveelheid verwachtingen die nu naar me toe komen, is echt gigantisch. Ja. Ja. En dus het is elke keer weer voor mij een les. Hoe ga ik hiermee om? Hoe blijf ik bij mezelf? En af en toe, zoals gisteren, gisteren ben ik begonnen om 5:30 met het typen van een bedrijfsplan, van een businessplan. Ja. Nou, ik ben geen bedrijfskundige. Ja, dat is een heel ander vak, hè? Financiën ben ik ook niet per se voor in de wieg gelegd. En dan moet ik ineens zo'n businessplan. Dus dan ga ik dus zwaar out of my power. En ik heb daar denk ik 5 uur over zitten typen. Überhaupt 5 uur voor een laptop lijkt mij eerlijk gezegd niet zo gezond voor dit systeem. En, ja, soms is het even nodig om het uit je hoofd te krijgen en op papier. Ja, maar ja, dan zit ik dus echt in mijn hoofd en dan ben ik zo ongelukkig. En dan gisteravond nou, ben ik heel boos geworden op mijn man. En moest ik heel erg huilen. En de poes was ziek. En toen moest ik daar ook nog heel erg over huilen. Oh, en Dus toen had ik even een mental breakdown. En ik heb een steeds groter wordende groep van hele fijne mensen om me heen. En die zeiden, joh, we zijn je even kwijt. Stop even met alles. En laat ons weer even levelen met je. Want volgens ze zeiden van, je gaat even de lucht, je gaat de lucht in. Ja. Blijf bij ons. Ja, ja. Ja, want je hebt natuurlijk, hoor je het of went of keert, ik kan me zo voor, dit is geen hobby. Dit gaat je werk zijn. Hier gaat je inkomen uitkomen. Ja, toch? Dat is het idee. Ja, ja. Ja. Dus hoe ga je daar, ik neem aan dat je ook met verzekeringsmaatschappijen te maken hebt. Dat weet ik al. Hoe is het hele financiële plaatje? Hoe ga je dat? Dat weet ik nog niet. Nee. Nee. Nee, dat weet ik nog niet. Daar moet ik het echt morgen over hebben met mijn team. Ja. Dat weet ik niet. Nee, maar heb je al geluiden gehoord vanuit die hoek?
Over verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld. Jouw artsenkring waarin je zit. Nee. Je begrijpt dat je niet overal nu door kan, of juist wel. Ja. Of wat gebeurt er op dat front? Oh ja, ja, ja. Nou, ik ben dus waarnemend huisarts. Dat betekent, ik heb geen eigen praktijk, maar ik val in andere praktijken bij bijvoorbeeld ziekte. Of, En ik werk ook op de huisartsenpost. Dus dan werk ik de avond, nacht en weekenddiensten voor andere mensen. Die neem ik dan over voor ze. Ja. En ik had 4 werkgevers nog staan toen dit bericht in de lucht gaat. Oh, zo. Een windvlaag. De wind. Ja. Ik had 4 werkgevers toen dit viral ging, dit bericht, toen heb ik een e-mail gestuurd. Jongens, dit gaat viral. De afspraken die we gemaakt hebben, die gaan wat mij betreft door. In de zin dat ik zal mijn werk gewoon doen. Regulier zoals het van me verwacht wordt. Ja. En ik heb alle begrip ervoor als jullie dat niet zien zitten. Ja. Met al deze aandacht. En toen hebben 2 van de 4 werkgevers hebben hun handen teruggetrokken. Ja. Dat doet even pijn. Ja, maar het voelt als een persoonlijke afwijzing. Een beetje, ja. Dus ja. Weer dat onvoldoendetje wat je nog nooit gehad hebt. Ja. Ja. Ja, ja, grappig hoe dat werkt. Hè? Dat deed even pijn, maar dan al heel snel voelde ik van, oh, dit is zoveel beter. Want nu heb ik dus meer tijd om te doen wat ik blijkbaar werkelijk hier moet doen. Ja, ja, maar dat zijn natuurlijk ook de misschien wel de signalen te noemen uit het universum. Dat dingen ook eigenlijk nooit maar zo gebeuren. Maar dus betekenis hebben en die signalen oppakken. Hè? Want je geeft ook aan, luisteren naar je lichaam is een belangrijke. Ja, heel belangrijk. Maar er is er ook eentje van luisteren naar de signalen, dingen die op je pad komen. Ja. Dat, 100%, ja. Ja, en wat er bij mij opkomt als je dat zegt, is ook de law of attraction, dus de wet van de aantrekkingskracht. Ja. En ook de wet van de detachment. Ik weet niet hoe het in het Nederlands komt. Detachment is loslaten? De wet van het loslaten. Dus zodra je iets loslaat wat je niet meer dient, dan heb je automatisch ruimte om op te vullen met dingen die beter bij je passen. Ja. Dus die grappig, ik ervaar het juist andersom, want ik neem heel veel dingen altijd naar me toe en ik vergeet dingen los te laten. Waardoor ik op een gegeven moment denk, mijn bordje is zo vol, ik trek het niet meer. Ja. Dus dat is iets wat ik ook al heel erg aan het leren ben. Want als er dingen bij komen, moet ik iets anders loslaten. Ja. Jij begint dus eigenlijk andersom. Van juist doordat je wat dingen loslaat, ontstaat er ruimte. Ja. Dat is ook een mooie. Ja, ja. Ik denk dat die 2 kanten op werkt. Ja. Ja. Maar mijn ervaring inderdaad, ik noemde dat altijd angsten overwinnen. Maar misschien past die eigenlijk wel meer bij de law of detachment. Dus het loslaten. Ja. Want ik ervaar dus elke keer als ik een angst overwin, dan zit daar een cadeautje achter. Dan zit daar ruimte achter en een... Ja. Ja. Ja, mooi is dat. Maar misschien is dat eigenlijk, dat die angst overwinnen is misschien wel gewoon iets loslaten. Ja, ja, aan de andere kant van de angst zit altijd iets moois. Klopt. Ja. 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 Nou ja, bijvoorbeeld dit, bedoel, het is ook heel lastig, maar het is ook heel mooi. Ja, ja. Ja, want we zijn een soort van, we hebben aardig wat overeenkomstige dingen. Dus er zit al, je hebt groepslessen gegeven uit je andere carrière, vroegere leven zou ik bijna... Nog steeds hoor. Nog steeds. Maandagochtend, billen, buik, benen. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en ik natuurlijk ook met mijn groepslessen en de eigen studio. En daar dus ook allerlei mensen tegenkom, met vooral mensen met klachten. Dat klinkt heel onaardig, maar dat is wel... Ze willen of meer rust, of ze willen meer ontspanning, of ze hebben een last van hun rug of schouders, nek. En dat is ook wel de grote groep die ik verwacht dat als luisteraar hierbij aan zal schuiven. Dus wat hebben wij met deze insteek de luisteraars te bieden? Hoe kunnen we signalen oppakken? Luisteren naar je lichaam, luisteren naar wat er om ons heen gebeurt. Hoe komen we daarbij? Wat zijn jouw... tot nu toe, zeg maar, geleerde lessen daarin? Mooie vraag. Ja. Ja. Wat een lange introductie, maar... Nee, ja. Ja. Ja, perfect. Hoe pikken we dat op? Echt heel makkelijk eigenlijk. Echt heel erg simpel. Ja. Stap 1. Ga veel en veel meer tijd doorbrengen om je lijf te verzorgen. Dus, weet je, als dat nu een kwartier per dag is... Ga er dan, maak er dan in ieder geval, ik zou zeggen, maak het 10 keer zoveel, maar dat is voor heel veel. Kijk, stapje voor stapje. Oh ja, dat is misschien een mooie, de 1% regel. Ja. Dat is elke dag maak je leven 1% beter. Dus dan ga je uit liefde voor jezelf 1 dingetje veranderen.
Ja. En dan, want een verandering van 0 tot 100%. Ja, ik heb af en toe wel dat soort dingen geprobeerd. Ja. Maar ja. dat is natuurlijk niet heel erg haalbaar voor alles en iedereen. Maar als je elke dag zegt van hoe kan ik vandaag een veranderingetje maken. Waardoor ik één klein dingetje. Ja. ja. Dus bijvoorbeeld ik stop met suiker. Of ik ga vanaf nu 3 keer per week sporten. Of ik ga eens een yogales uitproberen. Of laat ik eens gaan mediteren. Laat ik eens een mindfulness app of zoiets dergelijks downloaden. Ja. Gewoon, wat kan ik doen om dit wezen, dit lijf waar je in zit, ja. om dat ietsjes beter, om daar ietsjes beter mee om te gaan. Ja, ja. ja. ja dat zijn eigenlijk al hele grote stappen. Hè? Want voordat we zover zijn, voordat mensen zover zijn, dat ze dat soort toch bijna ingrijpende leefstijl switches gaan maken, vraagt al heel veel. Hè? Dus om die mindset om te gooien. Dat is best al... Ja. ja. Wat is jouw ervaring erin? Met mensen die je dan bijvoorbeeld tot nu toe gesproken hebt in je rol als huisarts. Ja, zijn daar ook gesprekken al geweest? Dat je gewoon ziet die persoon voor je met... Ja. ja mijn, wat mijn talent altijd is, is om zo ja, de vinger op de zere plek te leggen. Ja. En dat doet soms even pijn. En dat is soms helemaal niet leuk. En ik heb wel eens dagen gehad dat ieder consult dat er gehuild werd. Ja. Dat noemde ik dan. En daar viel het AMC mijn de huisartsopleiding ook over. Dat ik had gezegd, ja, ik heb een streak gehaald. Een streak is een consecutive number of successes. Ja. Dus een opeenvolgende reeks van successen. En voor mij voelde het, want het voelde als een ontlading. En de mensen zeggen ook, want ik vraag ook altijd, hoe voelt het? Hoe voelt het om even te huilen? Ja, eigenlijk wel heel fijn, zeggen ze dan. Ja. Dus van tevoren zit daar van, oh nee, ik wil niet huilen. Maar als het gebeurd is, dan is het een opluchting. Ja. 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 Dus ja. ja, ik heb wel eens dus een hele dag dat achter elkaar gehad. Ja. Ja, dus dat... En in jouw werk als... je geeft pilatesles, je yogaopleiding. Ben je mee bezig of is het klaar? Maar in ieder geval in je les met groeps... je hebt een groep mensen voor je neus. Spelen die dingen dan ook? Zie je dan ook dingen gebeuren? Kan je dat ook in die situatie sturen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Waar ik nu les geef hier in het dorp, daar hebben we vooral heel veel lol met elkaar. Ja. En daar nemen we gewoon niets serieus en we lopen gewoon grappen te maken. En, dus ja, dat is gewoon een hele veilige, leuke groep waar niet echt, waar ik eigenlijk niet heel veel mee doe, behalve gewoon zijn. Ja. Ik heb vroeger in Amsterdam les gegeven en ik weet wel dat er af en toe, of best wel vaak, mensen dan na de les naar je toe komen en die zeggen van, oh, je raakte me met dit. Of, oh, dit was precies, heel ja. zinvol voor me. Maar goed, daar was ik niet bewust mee bezig van, oh, wat ga ik tegen wie zeggen of zo. Ja, ja. Nee. En wat heeft yoga gebracht, de opleiding, de yoga-filosofie, die natuurlijk ook uit die... Ja. De linkerhand gebruiken, want die had jij net ook. Daar is het rechts. Oh ja. Klopt dat ook, de zon en de maankant. Oh ja. ja, nou ja. Maar wat heeft yoga... ik ben hier in jouw kamer en er zijn best wel wat yoga-invloeden. Hier, de sfeer, mooie muurschilderingen, de Boeddha-beeldjes. We zitten op de grond. Je hebt je space drum. dus dat speelt... Een zichtbare rol in je leven. Ja. Ook in ja, 100%. Ja. Ja, ja wat ik denk dat je dat als dat wie dan ook bij yoga gaat leren. Eigenlijk, vandaag was ik dus bij yoga. Ik heb vanmorgen yogales gevolgd. En ik had even een paar minuten gesprekje met de docenten na die tijd. En wat we uitwisselden, wat ik zei tegen haar is, ja, eigenlijk... Op de huisartsenpraktijk, op de deur, moet gewoon... heb je al yoga gedaan? Nee, kom dan daarna maar weer terug. Oh ja, ja, ja. 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 ja, want yoga voor mij is een... zie ik als een manier waarop de westerse wereld... op een nu hele geaccepteerde manier... Ja. toch het lijf in kan. Ja. Waar je toch gewoon even een uurtje... met je lijf bezig kan zijn. Ja. En echt verbinden. Niet alleen...
oh, ik doe dit en dit en dit, ja. Maar ik zit nog steeds in mijn hoofd. Ja. Dus het fitness is fantastisch, maar daar kun je nog steeds wel... Maar met het yoga vraagt je en nodigt je meer uit om echt je lijf in te gaan. Ja. En het is toegankelijk en populair bij iedereen. Ja, ja. Dus, ja, vooral de rol die adem daar ook in speelt. Hè? Want via de adem verbind je het denken en het voelen. Je ja. hoofd en je lijf. Dus die adem is zo super belangrijk. Ja. Ja. Is dat ook iets, want het lijkt me zo heel... ik ga weer terug naar je rol als huisarts. Als je iemand tegenover je ziet en gespannen en vraagt wat kan ik doen? En hoge bloeddruk en suiker. En, dat je via die ademhaling... ook dat soort processen kan sturen. Komt dat aan bod in de spreekkamer? Heel weinig. Ja. Heel weinig. Ja. Ja. Want het systeem is zo dat je 10 minuten hebt. De laatste praktijk waar ik gewerkt heb... dat was een antroposofische praktijk. Daar heb ik het laatste jaar gewerkt. Ja. En daar was en de tijd iets ruimer. Maar goed, dat... financieel gezien is dat voor de praktijkeigenaar heel erg ongunstig. Want ja. je snijdt gewoon in je eigen portemonnee door een kwartier per patiënt te hebben. Ja. Maar goed, daar was een hele mooie liefdevolle praktijk met antroposofie. En daar stonden de mensen vergeleken met gemiddeld toch ook wel iets meer open voor dat soort aanwijzingen. Sommigen natuurlijk heel veel, maar... ook wel heel veel mensen niet. Die komen toch bij de huisarts van... ik heb een probleem. Wat is het antwoord? Ja. Zonder bereid te zijn om naar binnen te kijken. Ja. En in die gevallen is het enige wat ik soms kon toevoegen... is even reflecteren van... ja, dan zei ik bijvoorbeeld in de casus wat jij net omschreef... dan zou ik zeggen... ja, ik kan wel een antwoord geven op je vraag... maar er zit hier gewoon een heel gespannen mens voor mij. Ja. En dat komt dan soms binnen als de persoon ervoor open staat. Van, kijk, ik ben gewoon heel gespannen. Want mensen weten het vaak helemaal niet. Ja. Ja, want dat bloeddruk wordt bijvoorbeeld heel makkelijk even opgenomen. He, dat kost niet zoveel tijd. En je zou ook het aantal ademhalingen in een minuut als een soort instrument kunnen gebruiken. Hoe vaak ademt die persoon op dat moment in 1 minuut? Dat kost een minuutje tijd. En daar kan je ook al... Maar het is natuurlijk ook weer vanuit de hele farmaceutische industrie gedacht... niet interessant om ademhaling als instrument in te gaan zetten. Precies. Verdienen ze niks aan. Nee. Merk je dat ook, dat soort invloeden ook? Dat de invloed... Dat is misschien wel een hele suggestieve vraag. Zo wil ik hem eigenlijk helemaal niet stellen. Maar, ik snap hoe je hem bedoelt. En vind ik echt een hele moeilijke inderdaad ook om antwoord op te geven. Want... de mensen, de huisartsen en de docenten en de artsen en de specialisten en ook de opleiders van artsen en specialisten. Ik geloof werkelijk niet dat die bewust bezig zijn met wat wil de farmaceut. En want het is eigenlijk echt gewoon een heel onbewust patroon wat er ingeslepen is. En dat is meer van dit is de norm en hoe voldoe ik aan de norm. Ja. Dus er zit... Ik heb eigenlijk vrijwel geen mensen met kwade wil of kwade bedoelingen ontmoet. Nee. Dat geloof ik inderdaad ook al. Maar het zijn wel een soort van protocollen waar we soms structuren, systemen waar we in vast dreigen structuren, te zitten. Systemen, ja. Ja. Want ook als je de huisartsenstandaarden leest, dan is eigenlijk altijd het eerste niet-medicamenteuze adviezen. Maar... daar wordt ook wel heel snel overheen gestapt. Omdat we de tijd en de ruimte er niet voor hebben. En de bereidheid van de patiënt is er vaak ook niet. Ja. Ja. Of die is er misschien wel, maar dat kost toch wat meer tijd om dat aan te boren. Zeg maar. Ja, precies. Want dan moet je ook die mindset zien te creëren bij de persoon. Ja. Om leefstijlgerichte tips of adviezen te kunnen geven. Ja, en om... want ontvankelijk zijn voor adviezen is best wel iets heftigs, is best wel iets moeilijks. Ja. En de meeste patiënten zijn eigenlijk niet ontvankelijk voor adviezen. Ja, dus, dat klopt. Want inderdaad, zeker de generatie boven ons, als er een ziekte is, dan kunnen we het ook nog over hebben. Wat is eigenlijk de ziekte en wat is de zin überhaupt van ziekte? Maar dan ga je naar een arts of een specialist met je, hè, want vaak ook mensen die bij mij lessen volgen, last van de knie of de schouder. Ik moet toch maar eens een fotootje laten maken. Met dan toch waarschijnlijk ook de vraag, doe er iets aan. Zonder naar binnen te gaan en te bedenken,
waar zou het vandaan komen dat ik last heb? Ja. Wat doe ik eigenlijk de hele week door? En wat vertelt mijn lijf me ja, nu? Wat ja. vraagt mijn lijf van me? Ja, dus dat is best een uitdaging. En dat, ik kan me voorstellen dat je dat niet in 10 minuten redt in een gesprekje. Nee. Ja. Nee. Dat is echt wel heel uitdagend. Dus zouden we ook de mensen in zijn algemeenheid... nou ja, dat is ook wat ik met deze podcast ook graag zou willen bereiken. Dat wij helpen mensen te inspireren om te luisteren naar hun lichaam. En wat voor tools zijn er dan nog meer? Ja. 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 Nou ja, wat ik zou willen... Als ik hier toch dit veld mag behandelen... Ja, gebruik het. Dan zou ik willen... Want er is dus een hele grote groep mensen die... ademspecialist, meditatiespecialist, yoga-docent, sportdocent, leefstijlcoach, noem het maar op. Maar die mensen, die zijn er allemaal al. Ja. Er zijn al experts op alle gebieden. Er zijn al allerlei mensen die allerlei ziektes op natuurlijke manieren hebben zijn overkomen. Ja. Alleen die groep, die is een beetje onaangeboord. En ik geloof dat we daar veel meer op mogen intunen en daar veel meer gebruik van mogen maken. Dat is ook jouw volgende plan volgens mij. Hè? Je gaat de verhalen ga je verzamelen. Ja. Dat heb ik gelezen. Ja. 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 Want wat hoop je daarmee, wat is je idee daarachter? Buiten dan dat interessante verhalen gaan zijn. Maar je nou, hebt een soort overkoepelend... Het is, en dat begrijp ik ook heel goed, want ik was ook zo'n arts, maar het mag er niet zijn. Het is alleen maar op zo'n manier, op mijn manier te behandelen. En als jij natuurlijk bent genezen, nou dan bestond jouw klacht in de eerste instantie niet. Of dan was het allemaal ja. zo erg niet. Ja. Of nou, in ieder geval, dat mag niet, dat kan niet. En in zo'n boek wil ik eigenlijk gewoon laten zien, nou ja, dit, je kan wel zeggen van niet, maar dit is er allemaal wel. Ja. Dit zijn gewoon allemaal mensen die het wel al hebben gedaan. Dus, en ja, ik vind het ook fijn, want ik heb echt heel veel e-mails gehad van mensen die allerlei verhalen ja. van genezing hebben meegemaakt. Ja. En er mag ja, gewoon... Die getallen heb ik even naast elkaar gezet, wat jouw video teweeg heeft gebracht. 25 september was jouw live video. Ja. En als ik het goed heb gezien, het is meer dan 5000 keer gedeeld. Ja. Dat is bizar. Een video op Facebook... Een live video die 5000... Ik heb dat nog nooit gehoord. 5000 keer gedeeld. Niet dat, en de reacties, 8000. En hij is 335.000 keer bekeken. Ja. Ja. Dat is bizar. Ja. Voor iemand die anderhalf jaar... Ja. Weg was. Ik had het niet beter van kunnen social media. Ja, dat verzin je überhaupt niet. Nee, dat verzin. Wat doet dat met jou? Heel veel. Beweegt heel veel. Lijkt of mijn leven in een stroomversnelling is. En in principe, ik ben heel erg dankbaar voor alle aandacht en voor de ruimte die ik nu heb. En tegelijkertijd is het heel erg spannend. Ja. En de ene na de andere les, ik zie het als een soort golven. En ja. dan de ene na de andere les komt voorbij. Ja. Van allemaal situaties die ik nog nooit, waar ik nog nooit mee te maken heb gehad. Waar ja. ik nou ja, daarvan mag leren. Ja, ja, want de mails, daarom kwam ik met die getallen. Je krijgt heel veel reacties en mailtjes. Ja. En dat zijn ook, hoe zou je ze rangschikken? Wat zijn het voor soort e-mails die je ontvangt? Er is één hele grote groep van mensen die gewoon willen zeggen... Dankjewel dat je dit ik ben zo dankbaar dat er eindelijk iemand is opgestaan. En ik heb hier zo lang naar verlangd en ik steun je en... Dus de steunbetuigingen. Ja. Ja. En dan heb je ook een hele grote groep mensen die zeggen... Oh, wat fijn, wat geweldig. En ik doe dit. En kijk even op mijn website, staat er dan vaak bij. En bel me. En ik wil ook graag een beetje van gedachten wisselen. Dus in het begin en nog steeds af en toe vliegt het me aan. Want er is zoveel vraag. En als ik werkelijk overal op in zou gaan... dan ben ik volgeboekt tot het eind van mijn leven. Dus... Dat nee zeggen is ook een hele grote uitdaging. Ja. En dan heb je ook nog een groep mensen die zeggen van... Ik wil patiënt worden bij je. Wanneer kan ik me aanmelden? En je hebt ook mensen die zeggen... Ik heb dit en dit en dit als klacht. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. 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 Nou ja, mijn antwoord op al die vragen is... Het antwoord is niet in mij, het antwoord is in jou. Ja. Dus ga op zoek. Ja. Ja, dankjewel, zegt die persoon dan. Ja. 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 En hoe zou je dat dan... Want dat zijn misschien je toekomstige patiënten.
Ja, ik weet niet of ik een huisartsenpraktijk echt ga... Oké, ja. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, ja, dat is nog te nieuw en te fris. Je hebt gezegd, zo wil ik het niet langer. Dat is eigenlijk de stap die je gezet hebt. Maar je hebt nog niet een plan hoe ik het gaat worden. Ik heb wel een plan, maar dat is niet een huisartsenpraktijk. Oké, ja. Ja. Want jouw missie, ik kan me zo voorstellen, je bent wel die opleiding gaan doen, is wel om mensen te helpen, mensen verder te helpen. Ja. Maar nu zit ik het in te vullen voor jou. Wat is jouw missie? Eigenlijk is mijn missie om de planeet te helpen. De aarde. Oké. En mensen zijn de grootste invloed daarop. Dus laat ik daar maar beginnen. Vroeger wilde ik dierenarts worden. Oké. Tot ik besefte dat mensen meer invloed hebben. Oftewel belangrijker soort van zijn. Ja. En toen ben ik geneeskunde. Of eerst psychologie. En daarna geneeskunde gaan doen. Ja. Ja. Een bijzondere route. Ja. 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 Maar wat is de overeenkomst in al die richtingen die je gedaan hebt? Er zit natuurlijk toch een soort van... Nou, het hoort en het past ook allemaal bij elkaar. Want jij gaat dat doen. Het is voor jou. Ja. Ja, ik denk dat ik me op allerlei manieren in mezelf heb verdiept. Ja. Maar niet alleen mijzelf, maar mijzelf in de vorm van mens. Bewustzijn. Ja. Ja. Ja, want dat eigenlijk, wat mij betreft, misschien heb jij ook nog dingen die je zou willen benadrukken, maar even het laatste hoofdstukje, zeg maar, van dit gesprek. Mm-hmm. Je stichting ben je gestart. Ja. Vertel daar eens over. Ja, nou, dit is dus ook echt geboren vanuit een verlangen, zonder per se een einddoel of zoiets dergelijks te hebben. Ja. Want eerlijk gezegd, hoe ik de laatste tijd creëer, manifesteer en leef, is ook gewoon vanuit het nu-moment laten opbloeien, zonder te zeggen, het moet aan het eind dat worden. Dat was ik vroeger, taakgericht, van dit is een plan en dan bam, er naartoe. En nu is het eerder in het nu en vanuit het nu op laten bloeien, wat er komt. Ja, ik wilde iets. Ik wilde iets groters neerzetten dan alleen in een praktijk je huisarts patiënt voor patiënt zien. En Want de stichting, even de naam is, ik wil mezelf zijn. Ik ben mezelf. Ik ben mezelf. Ik wil stichting, het niet zijn, ik ben mezelf. Ja. En waarom dat dan vormgieten in een stichting? Het gaat dus echt verder dan alleen maar ik ben mezelf. Ja. Je wil dat ook naar buiten uitdragen. Ja. En zelfs... Je hebt ergens iets ondertekend, want de stichting is ook een formeel iets. Ja, echt bij de notaris. Ja? Ja. Een stichting is natuurlijk een rechtspersoon, dus dat is iets wat buiten mijzelf. Dus ik zie het ook werkelijk als mijn kindje. En het logo is ook de Seed of Life. Ja. En die heb ik ook hier. Als een tattoo op Zal je ik hem buik? Laten staan? Laten zien? Ja. Kijk, voor de... En ik heb hem op meerdere plekken al hier in huis. Op je voordeur staat hij. Ja. Ja, dat is mijn logo en dit was ook mijn eerste tattoo. En toen wist ik nog helemaal niet van dit natuurlijk. Dat is gewoon later gebloeid. Maar je voelde er al wel iets bij. Ja. 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 Dus die Seed of Life. Dit is wat ik nalaat in de wereld. Oké. Ik ben mezelf. Ja. En met alles wat ik geleerd heb tot nu toe, was toch wel het belangrijkste om bij jezelf te blijven. En jezelf te zijn. En is dat ook de les die je aan de mensen, wat eigenlijk misschien helemaal onder jouw besluit ook ligt natuurlijk, hè, maar wat je ook wil uitdragen? Ja. 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 Ja, want iedereen loopt hier zijn eigen heilige pad. Jij bent nu onderweg naar verlichting op jouw pad. En jouw pad is anders dan die van de anderen. Er is geen vergelijking mogelijk. Ja. Ja. En die van mij ook. En we hoeven helemaal niet te zeggen, oh ja, nee, maar jouw pad. Jouw pad is te dit. Of jij gaat te hard. Of jij gaat niet de goede weg. Dat weten wij niet. Ja. Je mag alleen jezelf je eigen pad lopen. Ja, ja, ja. Dus ik ben gewoon lekker mezelf. En het voelt ook als een bevrijding als ik zeg, je mag jezelf zijn. Ja. Ja. Ja, hoe heerlijk is dat inderdaad. Ja, maar die rechtsvorm, daar heb je dan ook heb je iets bij voor ogen, kan ik me zo voorstellen. Dus niet, dit is die actie van ik ga er een stichting van maken. Wat wil je daarmee? Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen inspireren om zichzelf te zijn.
En op de website kan je ook basics en een stapje verder zien. Want je geeft cursussen, workshops daaromheen om dat thema. Nou, ik heb alleen even vier workshops de lucht ingeschoten om even een idee aan de grond te krijgen. Ja. Dat ik echt iets fysieks neerzet. Maar workshops geven is niet mijn gaat niet mijn levenspassie worden. Ja. Nee. Ja. Veel liever ga ik voor grote menigte staan. Okay. Dat vind ik leuk, platform, denk ik. Ja, ja, gewoon echt voor een grote groep mensen. En dan zonder idee gewoon de kanaal openzetten. En dan laten stromen wat er wil stromen. Ja. Dat doe ik Hoe liever. Kunnen mensen jou vinden? Jouw gedachtegoed volgen? Eerste Medicijnvrije Huisarts op Facebook, de pagina. Eerste Medicijnvrije Huisarts? Ja, volgens mij zit er de Eerste Medicijnvrije Huisarts van Nederland. Oké. Okay. Maar volgens mij als je de helft intypt, dan heb je het. We zullen het nog even onder deze podcast ook voluit noemen als een linkje even. Oh, ja, dank je. De Eerste Medicijnvrije Huisarts en verder? En op www.ikbenmezelf.com. Oké. Okay. Daar kun je het basisgedachte goed zien. En daar kun je echt ook de basic tools vinden om lekker jezelf te zijn. Ja. Kan je één tipje van de sluier oplichten? Wat voor tool kunnen we daar bijvoorbeeld vinden? Om ons even over die drempel die er mogelijk is, om echt even die stap te zetten. Ja. Nou, bijvoorbeeld de basics, dat gaat over emoties, je lichaam en gedachten. Ja. En dan bij emoties staat er bijvoorbeeld emoties die mogen stromen. En we hebben allemaal emoties en emoties die geven ook houding. Dus je kunt bijvoorbeeld aan een dier zien als hij bang is, of als hij boos is. Of als lichaamstaal. Dat kun je gewoon zien. En wij mensen, wij houden het vaak in. Vooral als we volwassen zijn. Dus voornamelijk aantrekking, boosheid en... wat was het ook weer? Aantrekking, boosheid en... kwetsbaarheid. Dat zijn de drie dingen die wij volgens mij het allermoeilijkst vinden. En als we dat ervaren, dan gaan we op slot. Ja. Want je vindt iemand aantrekkelijk. Maar als je afgewezen wordt, is het eng. Dus angst. Dat sla je op in je lijf. En ik geloof dat alle emoties die vastzitten in je lijf, die kunnen leiden tot eenzaamheid, depressie en klachten. Fysieke klachten. Ja. Dat is een tipje van de sluier van emotie. Ja, wat we via yoga natuurlijk allemaal weer een soort van in omgekeerde volgorde weer uit dat lichaam zien te halen. En het weer mag gaan stromen. Juist. Ja, mooi. Is er nog iets wat je aan de luisteraars van deze podcast, van deze aflevering, mee zou willen geven? Het is natuurlijk leuk als mensen die iets gehad hebben aan deze podcast, aan inspiratie. Dat ze kunnen reageren en van jou bijvoorbeeld, je hebt al aangegeven, ik ben met een boek bezig, ik ben met een event bezig. Ja. Ben je daarvoor? Ik wil heel graag iets geven. En als het er allemaal zo gaat lopen zoals het nu gepland is, dan wil ik heel graag een boek weggeven. Een boek met de verhalen van mensen die natuurlijk genezen zijn. Ja. En dan wil ik ook één kaartje voor mijn event op 7 maart 2020 weggeven. Nou, geweldig. Ja, super. Nou, als je geïnteresseerd bent in een van deze twee weggevers, stuur dan even, reageer op deze podcast en schrijf er even onder wat je ervan vond, wat je eraan gehad hebt en geïnteresseerd bent in een van deze twee weggevers van Marije. Is er nog iets wat ik niet gevraagd heb, wat je nog heel graag wil delen? Helemaal hebben niet. Hebben we de dingen gecoverd? Ik zou zeggen, lieve kijkers, blijf jezelf. Zo is dat. Heel erg bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Dit was de eerste podcast met Marije Berkelaar. We gaan gewoon verder met nieuwe podcasts, met nieuwe informatie. En allebei onze wegen die gaan gewoon door, omdat we voelen dat het moet gaan zoals het nu gaat. Heel erg bedankt. High five. Dan komt er een jingle. Goed, tot zover deze allereerste podcast met Marije Berkelaar. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ook zin hebt in meer. De nieuwe podcast die staat alweer voor je klaar. Maar eerst nog even, de actualiteit is inmiddels zo dat Marije heeft besloten om van social media weer af te gaan. Het is veel te veel en overwhelming geweest voor haar. Dat betekent niet dat haar activiteiten stilstaan. Ze blijft verhalen verzamelen en gaat daarmee aan de slag om dat boek te maken. Verhalen van mensen die een wending hebben gegeven aan hun leven waar ze in de podcast over gesproken heeft. En de Facebookpagina die blijft gewoon online.
En uiteraard, die event gaat ze mee door. Dus daar, mocht je mee willen dingen naar die verloting, stuur dan je aanvraag naar info@mindyourbodyfitness.nl. En ik ga ervoor zorgen dat die aanvragen bij Marije terechtkomen en dat de winnaars daar automatisch en vanzelf op de hoogte gebracht worden. Tot zover. Volgende podcast staat dus voor je klaar en dat is met de videovakvrouw Elisabeth Griffioen om betere video's te maken. Ik ben bij haar in cursus en training geweest, maar ik ben vooral nu op zoek naar hoe staat zij, welke keuzes heeft ze gemaakt, beslissende keuzes heeft ze gemaakt in haar leven. En welke wendingen zijn er ontstaan en welke stappen heeft zij daarvoor gezet. Goed, tot de volgende podcast en voor nu bedankt voor het luisteren en het kijken.